Een man van 74 heeft begin juni een afspraak in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Hij wordt gebracht door zijn dochter. Maar de afspraak in het ziekenhuis loopt heel anders dan de bedoeling was. Bij de lift ontstaat een akkefietje en dat resulteert in 2 gebroken ruggenwervels. Joost, wat gebeurde er nou precies bij de lift? Ja, de man en zijn dochter hebben die auto geparkeerd op de 3e etage van dat parkeerdek, van die parkeergarage ook. Ze moeten dan naar beneden. Nou, als ze dan de lift in willen, dan staan daar 3 personen in. En de man van dat gezelschap die zegt dan ja, dat de lift vol is en dat ze er niet meer bij kunnen. Maar dat pikken de man en zijn dochter niet. Nee, dat klopt. Er ontstaat een discussie. De man die in de lift staat, die herhaalt zich dan. Die zegt nog een keer dat de lift vol is en hij wordt dan agressief. Fysiek ook. Hij duwt de dochter dan eerst de lift uit. En als de man dan naar binnen wil gaan, krijgt hij ook echt een harde duw. En daardoor komt hij hard op de grond buiten de lift terecht. Ja, en dan komt hij verkeerd terecht. Ja, hij kan niet meer opstaan van de pijn. Voordat de lift dichtgaat, roept de vrouw nog die bij die man hoort, ja, dat ze een verminderde weerstand heeft. Nou, de lift is dan weg en dan loopt er een verpleegkundige langs. Die ziet die man. Ja, dan wordt onderzocht. Hij verleent de eerste hulp. En in het ziekenhuis blijkt dan na onderzoek dat het slachtoffer 2 gebroken ruggenwervels heeft. Dat is niet best. Jullie zoeken nu dus die agressieve man. Dat klopt. Hij is te zien op bewakingsbeelden van het ziekenhuis. Het is natuurlijk echt verschrikkelijk wat daar gebeurd is, hè? En ja, die duw die heeft voor het slachtoffer echt grote gevolgen gehad. Ja. Nou, we laten de man die hem duwde vooralsnog geblurred zien, in de hoop dat hij zich uit dit beeld herkent en het in het verhaal natuurlijk ook herkent en zich meldt. Ik heb een signalement. Hij heeft een lichte huid. Hij is tussen de 45 en 55 jaar oud. Hij is ongeveer 1,75 meter lang. Hij heeft een stevig postuur. Hij is kaal. En hij droeg een blauw-groen vest. En dus die donkerkleurige trainingsbroek. Bent u dit? Neem dan contact op met de politie. Voor andere kijkers geldt. Heeft u een idee wie dit is? Bel dan nu een van de tipnummers.